Op het voortplantingscentrum hebben we ons eigen laboratorium op de afdeling. We werken hier elke dag met de grootste precisie. We onderzoeken en bewerken eicellen en zaadcellen en we zorgen voor de bevruchting door deze samen te brengen. Ook beschikken we over technieken om eicellen en zaadcellen onder de best mogelijke omstandigheden in te vriezen. Tijdens het hele proces letten we erg goed op de zaadcellen, eicellen en embryo's. Daar hebben we een uitgebreid controlesysteem voor. Op elk buisje of bakje staan de gegevens van de patiënt. Dit controleren we altijd dubbel. Zo houden we alle cruciale momenten onder controle. Voor extra veiligheid gebruiken we ook nog een digitaal controlesysteem. We worden meerdere keren per jaar beoordeeld en gecontroleerd door externe instanties die erop toezien dat wij goed en veilig werken. De behandeling begint voor ons bij de vloeistof die uit de follikels komt bij de punctie. De punctiekamer is verbonden met het laboratorium. De vloeistof is dus vrijwel meteen op de juiste plek. We ontvangen ook eicellen van vrouwen die in een ander ziekenhuis de punctie hebben gehad. De eicellen worden dan direct naar ons gebracht. Vaak door de man die dan in de meeste gevallen ook vers zaad bij ons afgeeft. De vrouw blijft in dat geval in het ziekenhuis waar zij de punctie heeft gehad. De analist gaat op zoek naar de eicellen. De gevonden eicellen worden apart in een kweekschaaltje bewaard in een speciale kweekstoof. De zaadcellen worden bewerkt of ontdooid en onder de microscoop bekeken. Als er weinig bewegende zaadcellen aanwezig zijn, zullen we een ICSI-behandeling uitvoeren. Dan wordt de zaadcel geïnjecteerd in de eicel. Bij genoeg bewegende zaadcellen doen we een IVF-behandeling, waarbij de zaadcellen bij de eicel in de kweekvloeistof samen worden gebracht. De bevruchte eicellen blijven dan een aantal dagen in de incubator om door te groeien tot een embryo. We kunnen precies zien hoe de embryo's zich ontwikkelen. Als dit goed gaat, kunnen we na een aantal dagen het beste embryo selecteren voor de terugplaatsing. Als er nog meer goede embryo's zijn, kunnen we deze invriezen voor een latere terugplaatsing. Ik kijk het liefst de hele dag naar embryo's. Want ja, ons werk is toch dat we hebben eicellen, we hebben zaadcellen en die brengen we bij elkaar en dan hopen we dat er goede embryo's ontstaan. En ik vind het echt fascinerend om te zien hoe dat toch dat iedere dag weer lukt en hoe we dat steeds beter kunnen. En dat die embryo's er ook echt allemaal anders uitzien. En dat blijft echt leuk om die structuren te zien en dat begin van dat leven bij ons op het lab. En dat vind ik bijzonder en dat is iedere dag weer, is dat gewoon weer leuk om te doen. De precisie die erbij komt kijken is dat het helemaal perfect goed moet gaan. Dus de omstandigheden moeten helemaal goed zijn, de controles moeten heel precies en nauwkeurig zijn. Dus er ligt echt heel veel verantwoordelijkheid in de handen van een analist. Als we een deze ICSI doen met testiculair semen, dan zijn we uren aan het zoeken soms. En daar zit ook wel een stukje uitdaging in, wat ik zelf heel leuk vind. Is dat het is echt een zoekplaatje. Je bent op zoek naar die ene zaadcel die goed is. En als je die dan gevonden hebt en als je die dan kan injecteren in die eicel, dat kan heel spannend zijn, want soms heb je weinig eicellen en nog minder zaadcellen. Dus het moet goed gaan. Dus als er uiteindelijk dan inderdaad kinderen geboren worden uit zo'n behandeling, dat is prachtig. Achter de schermen werken wij met de grootste aandacht en nauwkeurigheid om ervoor te zorgen dat de behandeling optimaal en succesvol verloopt. En hopelijk resulteert in een mooie zwangerschap.